Hey iedereen, welkom terug op de volgende online workshop. Iedereen heeft in zijn pakketje een boomschijf gevonden en een oasiskransje. Ik heb mijn al in het water gelegd, dus hoe doe je dat? Je legt dat gewoon zo op water. Je laat dat volledig opzuigen van zichzelf. Wat heb je ook nodig is uw lijmpistool. En je gaat hier even enkele dotjes lijm op doen. En dan gaat je dat eigenlijk zo wat mooi in het midden van die boomschijf vastlijmen. Midden, je moet zo wat zien wat dat mogelijk is, want het is en blijft natuurlijk een boomschijf die niet overal even rond zit. Iedereen heeft zo'n pakketje gekregen met zo van die stukken schors. Wat is hiermee de bedoeling? We gaan die dus eigenlijk hier rondom rond beginnen vastlijmen. Dus, een beetje lijm op. Houdt die wat tegenheen. Je kunt hier aan de onderkant ook nog een beetje lijm doen, zodat je tegen die plastiekrand van die oasiskrans het ook nog heel even extra vastzet. En dat gaat je dan eigenlijk volledig rondom rond ook doen. Wow. Als die schorsjes er rond staan, dan gaan we die ook eigenlijk nog binnenin erin beginnen plakken. Eigenlijk net hetzelfde. Hebben jullie een beetje problemen gehad met die buitenkant? Dan kun je altijd nog heel even verstevigen via de binnenkant door overal nog extra lijm even aan te spuiten. Dus dat doe je gewoon even zo. Erin. Ik zie wel dat heel de oasis niet volhangt, maar dat gewoon even tussen die oasis en die schors loopt. En dan gaat dat al een duur wel hechten aan die plastiekjes van onder ook. Maar ik zeg het, ziet ook niet aan het ene lijmklodderboel wordt, dat dat er niet allemaal van tussenuit loopt. Want dat is nu ook niet echt schoon om te zien, ik zal het zo zeggen. Dus, binnenin, net hetzelfde verhaal. Ik ga ook die schors inlijmen. Als de binnenkant dus ook gelijmd is, dan krijg je normaal gezien dit effect. You see? De overschot die je nog hebt van je schors, die gaan we er eigenlijk nu tussen doen. Wat is de bedoeling? Die mag er een beetje boven komen. We gaan die niet in de oasis duwen, want die oasis is al niet echt heel dik. En dan gaan we alle water eruit duwen. Dus we gaan die er eigenlijk tegen uw binnenkant en uw buitenkant. Heb je echt te grote van die schorsen, dan krak je die eigenlijk kapot. Zodat dat iets of wat mooi blijft. Dat het niet te lomp en te zwaar wordt ook niet. Je wisselt ook zo wat af van richting, ook altijd wel leuk. Dat je echt wat een lijnspel krijgt van die schorsen. Dus mensen, je ziet, we krijgen een beetje hoogtes erin. Dus degene die je er binnenin hebt gelijmd, gaat nu een beetje zorgen dat je meer dimensie krijgt in je bloemstuk. Zoals je dat hebt gemerkt, zie je niet zo heel veel meer van de oasis nu. Dat is één voordeel, dus dat je die niet meer hoeft weg te stoppen. Het enige nadeel wat we nu een beetje gaan hebben, is dat de bloem ertussen steken een klein beetje prutswerk wordt. Dus daar gaat je wel even voorzichtig mee moeten zijn. Dus ik zou nog niet direct je lijmpistool uittrekken voor het geval dat je iets breekt, dat je terug kunt vastlijmen. Uw bloemen altijd goed vastpakken aan de steel onderaan. Niet van boven aan bloemen nijpen en beginnen duwen, want dan gaat je stelen breken. En probeer die dan zo zachtjes aan mee in te steken. Iedereen heeft zijn pakketje. 2 vrouwenmantel. 1 Camille, 2 Lysianthussen, 2 Astrantias en 2 Trosanjers gekregen.
Normaal gezien beginnen in je arrangementen altijd eerst met je grootste bloemen. Dat gaan we nu even niet doen. Waarom? Omdat je hier tussen moet zitten prutsen. Gaan we ook de bloemen kiezen met de eerst meest fragile stengel, voor die daar eerst in te verwerken. En dan pas gaan we de bloemen kiezen die met een stevige stengel. Waarom? Omdat we dan niet veel tussen moeten prutsen, omdat die stevige stelen van zichzelf gemakkelijk zullen erin steken. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we dat doen. We gaan ook de bloemen nu een beetje weelderig. We gaan op richting lente. Mensen dromen al een beetje richting zomer. Dus we gaan eigenlijk meer zo'n beetje weelderig, veldachtig de bloemen hierin verwerken. Dat staat ook mooi in contrast met eigenlijk het robuuste van de schors. En het zware gaan we er nu eigenlijk heel luchtig bovenuit springen. Dus je gaat dat wel zien. Het zal een beetje in een versneld tempo zijn, maar op het einde ziet het resultaat ook nog. Goed? Sorry, even een close-upje. Je ziet, lekker weelderig, stelen iets langer gelaten in het bloemstuk, dus het geeft direct een zomers gevoel. Waarop moet je nog letten, is dat de oase is niet zo heel dik, dus dat je de komende dagen eigenlijk liefst iedere dag een klein beetje water toevoegt, oftewel doe dat met een spuit, oftewel mensen die zo'n pipettenvuller hebben. En dan kun je dat er wat mee inspuiten, zodat die oase zeker nat blijft en die bloemen zeker voldoende water blijven opnemen. Dus dat is eigenlijk nog wel een tip. Voor de begin van dat bloemstuk te maken, oei, ik zat een beetje weggestoken, heb ik daarnet ook gezegd, het is iets lastiger met uw vingers ertussen te gaan voor die fragile stelen. Hebben jullie van die dunne ijzerdraadjes thuis, zet even die steel op ijzerdraad. Dat kunt je altijd doen, dan steekt dat iets gemakkelijker. Dus zeker voor zorgen dat uw bloemstelen allemaal in de oase zitten, want anders gaat het verwelken. Vind je het gemakkelijker van eerst bloemen te steken en daarna je schors binnenin te lijmen? Dat kun je ook doen, maar dan ga je moeten oppassen dat je niet iedere bloem gaat verplaatsen wanneer je die schors erin steekt. En dat je bloemen geen brandplekken heeft. Dus dat is een beetje hoe dat je zelf wilt werken. Heel veel succes en ik zie jullie binnen een maand terug.